Bert, je bent al 30 jaar actief met evangelisatie. Ja. Onder andere met behulp van een grote tent die je op verschillende plekken in Nederland opzet. Ja. En daar dienst in houdt. Bij jou komen de mensen tot geloof die tot op dat moment niet christen waren, niet kerkelijk waren. Ja. In veel kerken komen er geen mensen vanuit de wereld, zoals we dat dan noemen, tot geloof. Hoe komt dat volgens jou? En wat heb je daarover te vertellen? Nou ja, het heeft een paar redenen. Ook een van de redenen is onder andere dat ze de taal niet meer begrijpen. Als jij niet gespitst bent ook op randkerkelijke of op mensen die nooit in een kerk komen, en je doet het voor je eigen parochie, dan is het vaak een de talen Canaans, noemen ze dat. Dat zijn termen die de mensen niet meer weten. Ze weten niet wat genade is bijvoorbeeld. Dat moet je gewoon uitleggen, of is een te moeilijke vertaling. Of wat dan. Hè? Dus, maar ook dat ze dus, dat is één van de redenen. Ook de cultuur in bepaalde kerken is stil blijven staan. Hoe bedoel je dat? Dat is niet altijd verkeerd. Nou, zoals nu in dienst is, was het voor 50 jaar terug ook. Maar de jeugd is zo veranderd, de mensen zijn zo veranderd. Je moet nooit de boodschap aanpassen, maar wel een beetje de verpakking. Dus dat kan ook afstoten. Ik kom uit een traditionele kerk, ik kom vanuit de Gereformeerde Bond in de Hervormde Kerk. Ik ben er ook 7 jaar oudling geweest. Ik heb nog geleerd psalmen met hele noten te zingen. Statenvertaling. Nou, als je dat geleerd is, dan vind je dat gewoon fijn. En dan heb je ook veel zegen uit. Maar God heeft mij zodanig veranderd dat ik nu ook de boodschap, niet de boodschap niet, maar wel de verpakking aanpas aan wat de mensen toch een beetje over kunnen nemen. Hoe doe je dat dan? Nou, het is bij ons niet, niet zo stijf. Ik speel vaak met accordeon, elektronische accordeon in de diensten. Dan kan ik heel veel instrumenten uithalen. We hebben gitaristen, we hebben zangers, zangeressen. En als wij in het land zijn, in Nederland of België, en er zijn gemeentes die ons steunen, dan doen hun vaak de muziek. En dat is vooral de niet-kerkelijke mensen spreekt dat heel erg aan. Mm-hmm. Dus dat er een beetje vrolijk gezongen wordt en dat soort dingen. Ikzelf hou altijd rekening met mensen in de tent die vanuit de kerk komen. Dus ik zing elke dienst altijd een psalm, minimaal één. Johannes de Heer en opwekking. Omdat wij zijn er niet voor mensen die alleen uit de evangelische wereld, of mensen die nooit in de kerk komen, maar ook komen er bij ons hervormde, gereformeerde, christelijke gereformeerde in de tent. En die kennen niet alle opwekkingsliederen, dus het is niet een opwekkingsliederencultuur die ik breng. Maar we proberen dus dat de mensen zo te zingen en zo te handelen, dat de mensen zich op de gemak voelen. Ja, maar goed, je had over de verpakking onder andere, de taal die je spreekt en dergelijke. Dat zijn dus dingen waardoor mensen soms niet tot geloof komen, waarom er geen mensen tot geloof komen in bepaalde kerken. De tweede keer komen ze dan niet. Oké. Maar er zijn ook kerken waar het wel gebeurt, waar dan ook geen mensen tot geloof komen. Dat klopt. Rara, hoe kan dat? Ja, nou, omdat ik geloof dat de boodschap een beetje toegespitst wordt naar de populaire kant. De ernst van de prediking is te weinig. Het is een zaak van leven en dood. Iemand het evangelie verkondigen. En we moeten de mensen vertellen dat ze op reis zijn naar een plek waar ze eeuwig zullen zijn. En dat is de hemel of de hel. Dat zijn twee bestemmingen. Er zijn twee personen waar we bij kunnen horen. Het is, de ene kant kun je bij de duivel horen. Ja, aan de andere kant ook kun je bij God horen. Wie ben je nou? Waarheen ben je op reis? Nou, dat moeten de mensen weten, dat ze wederom geboren moeten worden.
willen ze deel krijgen aan het nieuwe leven van de Heer Jezus. De Heer Jezus is voor hun zonde gestorven, omdat hij weet dat ze vergeving van zonde nodig hebben voordat ze sterven. Heeft ieder mens vergeving van zijn zonde nodig. En dan vraagt God van ons of wij ook ons aan hem willen toewijden, overgeven, onze zonden willen belijden en ons vertrouwen stellen op het offer van de Heer Jezus Christus, die voor al onze zonden aan het kruis de straf heeft gedragen. En zodoende kunnen ze ook dan gered worden door enkel door dat geloof. En als die boodschap niet wordt gebracht, dan komen er geen mensen tot geloof. Ik heb zelfs heel vaak, wij worden ook gebruikt erg voor mensen uit de gemeentes, omdat ze de boodschap, ik preek wel eens een half uur over de hel. En dan leg ik uit wat de hel is. En dan zeg ik tegen de gelovigen, jullie zullen nu wel blij worden. Vaak zeggen gelovigen, nou dat is te zwaar en mijn buurvrouw had ik meegenomen. En die wordt nou boos dat ik haar meegenomen heb naar zo'n man die het over de hel heeft. Dus daar zijn ze dan bang voor. Maar voor hunzelf, als ze dus gered zijn, dan ga je beseffen, waar ben ik van gered? Eeuwige hel, eeuwige straf. Door genade, dus God heeft je genade geschonken, vergeving van je zonde, doordat je ook je, want hij heeft in jou gewerkt dat jij je vertrouwen zou stellen op de Heer Jezus. En dan word je een kind van God en dan heb je een heel totaal ander leven. Dat is geweldig. En dan word je wedergeboren. Zeg je, ik hoef dat vrome gedoe niet, weg daarmee, dan kies je ervoor om niet God in je leven en Jezus in je leven toe te laten. En dat respecteert God. Maar je moet wel de consequenties dan weten. Heel duidelijk. Zonder Jezus ga je naar de hel. Eeuwige vuur komt nooit, maar ook helemaal nooit geen eind aan. Nooit. Het is ook niet zo dat er straks na de ontsterven nog een nacht is waar je kunt slapen. In de hel is nooit een tijd dat je slaapt. Altijd, altijd zul je de pijn voelen en de wroeging in je dat je Jezus Christus niet hebt aanvaard. En de pijn van de eeuwige straf. Daarom moest de Heer Jezus ook zelf zo zwaar lijden doormaken om ons vrij te maken en te redden van de hel. Dat moeten de mensen weten. Een hele vlotte muziek, het is mooi, ik hou er ook van. Ik heb vroeger altijd op bruiloften gespeeld, dus ik hou daar ook van. Ik hou ook van helemaal ongedwongen. Als er veel wereldse mensen in de tent zitten, dan pas ik mijn liederen zo aan terwijl ik daar zit. En dan ga ik wat vlotter dingen doen, zodat hun zich op hun gemak voelen. Dat voel ik aan. Nou, en ze moeten weten, mensen moeten weten dat er geen andere weg is. Zonder Jezus ben je reddeloos verloren. Met Jezus heb je een geweldige, geweldige toekomst. Ja. En dat moet duidelijk gezegd worden.